alles gewesen. Ihr dunkel dreht sich, das hat der Wein gemacht. Denkst du, was denn war's? So seit Stunden und links, das Ding noch war. Und ich sag allen Herzlein, du musst nicht traurig sein. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und stolpert auf gute Wein. Doch gesagt, dass die Stadt sie leid. Ich werde dir noch einmal verzeihen. Die Hauptsache ist, du musst heim. So kann nur ein Engel sein. De Brothers in Law, helemaal weer terug. Een middag verzorgd hier in het Hagen. Waarom? In het kader van 50 jaar bestaan van de afdeling Zonnebloem hier in Haaksbergen. En die hebben een twee jaar terug hebben ze van ons gehoord van de gasten hier van de Zonnebloem. Die hebben er wel eens gehoord van Brothers Two. En toen zeggen ze van, maar die jongens van Goeren met z'n vieren zongen ze ook mooi. Dat was Brothers in Law. En dat hebben dan een aantal mensen van het bestuur die hebben daar hoogte van gekregen. En die hebben in het kader van dit jubileum hebben ze ons geprobeerd bij elkaar te krijgen. En we hebben volmogen met ons vieren ja gezegd om weer bij elkaar te komen. En hebben zo'n jaar lang hebben ze een beetje repetities gedaan. En vandaar deze middag dus. En zo te zien is, we hebben het dan nog net achter de rug. Het is toch, de mensen zijn helemaal uit hun dak gegaan. Ik vond het geweldig. Een muzikale middag van de Zonnebloem. Ja. U hebt genoten, zo zien. Ja, het was een geweldige middag. Ik heb ze met de repetities al een paar keer meer mogen maken. Maar als je het dan in de zaal ziet, met zoveel volk en zoveel blije gezichten, dat doet me alleen maar plezier dat het geslaagde middag is weer voor de Zonnebloem. Hoeveel ouderen zaten in de zaal? We hebben in totaal hadden we 150 man hier zitten, waarvan ruim 100 gasten van de Zonnebloem. Maar we hadden het ook opengesteld voor mensen die nog geïnteresseerd waren in de Brothers in Law. En er zijn ongeveer 50 van bijgekomen. Waarom organiseren jullie deze middag? Nou, wij doen dit graag voor de mensen van de Zonnebloem. En dit was speciaal in het kader van het jubileum, want we bestaan dit jaar 50 jaar in Haaksbergen. Nou, voor ons de afdeling van de Zonnebloem. En dit was een van de activiteiten? Dit was een van onze activiteiten. En de volgende activiteit is pas in september. Dan is de Nationale Ziekendag. En die houden we dan ook weer. En dan einde van het jaar nog twee activiteiten. En dan is het jubileumjaar zit er dan op.